En dat gecombineerd met de zoektocht naar vrijheid, dat ik, ja, wanneer heb ik ultieme vrijheid? Dat is als ik alleen onderweg ben naar ergens en kan doen wat ik wil. Het gevaarlijkste organisme op de wereld is een man die alleen is. Dat is daar. Is dat bewezen? Nee, dat is gewoon op mijn duim gezogen. Ja, dan slaap ik ze mijn claim, voor de duidelijkheid. Het land Azië, hè? Met de Aziaten. Ja, maar, nee, eigenlijk ben ik liever in het land Afrika. Hoofdstad Congo. You so right. Oh my god. Maar dat is een dunne lijn, hè? Allee, ik kon niet te diep gaan of zo, maar het gevoel van niks maakt uit kan ook overslaan in ik blijf in mijn bed liggen. Ja. Zoveel. Ik zie Amerika als een land. Allemaal landen in. Ik denk dat een staat eigenlijk echt zo zijn eigen manier van gaan werken of van letterlijk doen heeft. Ook andere wetten en zo. In de ene staat mag abortus, in de andere staat mogen trouwen vanaf je 13. Weet je wanneer jij voor het eerst seks hebt gehad? Ik had het dan over trouwen. Ah ja, trouwen, ja. Ja. Nooit doen. Meer veel mensen beseffen niet dat ze hun eigen soms vastzetten in hun hoofd. Je apprecieert gewoon heel veel meer in het leven door... Je hebt zoveel wake-up calls dat je bij mensen komt en dat je echt denkt van... Hier leven jullie met zoveel en ik leef thuis en ik heb dat en... Welkom, lieve jongens, meisjes en alles daartussenin. En ook, beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Forum... Zoldering, vandaag ontvangen wij Jelle van de Weijer in alle nederigheid. Een jonge man die ik al een slordige 10 jaar tot een mijner kopijs mag rekenen. Een jongen uit de buurt, een jongen uit de straat en bovendien iemand die overloopt van reis en andere verhalen. Na de middelbare school verloren we elkaar grotendeels uit het oog. Ik verkaste naar het bescheiden Leuven, Jelle afhankelijk ook, maar trok even later de wijde wereld in. Sindsdien stond ik elke keer weer versteld bij wat hij te vertellen had wanneer we elkaar tegen het lijf liepen ergens in het pittoreske Klein-Brabant. Zijn verhalen over Oostblok-omzwervingen allerhande spraken tot de verbeelding. Ik zag en zie in hem een soort hedendaagse Vlaamse Chris McCandless. Gelukkig keert Jelle wel stevast terug naar zijn bakermat, zodat wij van hem van zijn reisavonturen mogen smullen. Welkom Jelle. Merci om te komen. Ik apprecieer het heel hard dat je bent ingegaan op onze uitnodiging. Godzijdank, want er wou niemand komen, we hadden 20 mensen gevraagd. Nee, ik ben zeer vereerd dat er aan mij gedacht werd eigenlijk, welkom, want ik zou het zelf niet zien als iets speciaals, denk ik. Je reizen? Nee, inderdaad. Omdat voor mij is dat iets dat... Natural. Natuurlijk. Ja, iets heel natuurlijk is en als je dan... Oh, de kabel. Ja, dat is niks. Even tegen dat ik dat gewoon niet speciaal zie als ze dan... Ja, hoe dat we meestal opkomen met gasten om te interviewen is... Hij of ik, Thomas of ik, komen iemand tegen. We praten daarmee, iemand die we goed kennen of niet. En we hebben al een paar keer u tegen het lijf gelopen, zoals ik zei in de inleiding. En jij dan, hè? Het kwam een paar keer naar... Ja, jij ook, denk ik. Ja, elke keer als die dat tegenkomt, dan zijn we alle twee wasted. Ja, maar ik ook. Ik ga niet zo streng. Maar dat zijn de dingen... Ik dan. Dat zijn de remmingen weg. Ja, ik ben ook altijd wasted, maar... Zijn we nu wasted? Nee, nu ben ik niet wasted. Straks wel. Ja, nog niet. Nog niet, Nee, en ik en Thomas had het erover dat jij ons deed denken aan Chris McCandless. Ik weet niet of dat je die referentie... Christopher McCandless. Of dat je die... Dat is die dude. Ja, de... Dat is die dude. Van Get Out. Van... Nee, niet van Get Out. Wacht. Get Out. Nee, dat is een horrorfilm. Van... Into the Wild. Into the Wild, ja. Maar, nee, want ik zei, er stak nog tegen u van, want we waren er nog eens over bezig. Ja. En hij zei, ja, je hebt toch gezegd Christopher McCandless? En ik zei toen van, ja, nee, want Christopher McCandless heeft basically zijn eigen omgebracht te blijven. Daarom dat ik dus specifieerde, maar positief, een positief einde. Nee, gewoon het gevoel van. Vinden dat een zou je dan kunnen beschouwen als een compliment? Of snap je waar de vergelijking vandaan komt? Voordat je erop antwoordt, ik kijk echt wel, ik vind dat echt een interessante. Persoonlijk, die film heb ik dan gezien. Ik weet niet hoeveel dat dan een realistische representatie is geweest van hoe dat die man was, maar ik was echt wel naast aangedaan ook wel enorm gefascineerd en ik keek er zo naar op of zo. Ik vind dat een compliment. Dat is één ding. Fucking gelukkig. Ik heb een boek gelezen daarvan en ik voelde mij daarin. Heel veel parallellen. Yeah. Wat hij heeft gedaan is wel echt extreem. Yeah, gewoon van, ciao, ik ben weg. En... We gaan ons nog in de fik steken. Ja, gewoon laten
Maar qua ideologie, in het boek vooral, want de film vind ik een beetje... Ja, ik heb het niet gelezen, zoals. Aanrader. Ja? Ik vind ik, hè. John Krakauer heet dat? Ja, ja, het is wel een mooi gebracht, dat verhaal. En veel uitgebreider waarschijnlijk. Ja. Veel uitgebreider. Ja. En het einde van de film klopt ook niet 100%. Ah, nee, ah. Dat hem zo aan ontbering daar... Hij is wel gestorven aan... Nee, niet waar. Hij heeft dan iets verkeerd gegeten of zo? Is dat spoilen of niet? Nee, doe maar. Oké, het zou normaal gezien... Hij had een plant gegeten. Patat, en dan daarvan zou hem diarree en al die dingen meekregen. En zou hem uitgedroogd zijn. Maar eigenlijk is hij had zaden geplukt. En die in een zakje gestoken ter bewaring. Maar die zijn beginnen schimmelen door het vocht in dat zakje. En dan is dat giftig. Amai, dus daarom is hem eigenlijk... Het is nog triester. Het is gewoon echt heel... Heel onnozel. Want in de film leken ze het, lieten ze het zo wat zien, alsof hij het, of dat hij niet de capaciteit had of zo om te overleven. Hij was kapot, hè. Ik denk dat hij wel de capaciteit had, maar dat gewoon een paar cruciale fouten wel om het leven. Ik zou ook niet weten hoe het is dat je zegt van, ik ga echt gewoon into the wild. En... Dat heb je nooit gedaan. Nee. Niet zo. Omdat Europa is nogal... ik ben nog niet buiten Europa gaan rondzwerven, maar... Mm-hmm. Wildernis in Europa is iets vrij... hoe zeg je dat? Dat is niet zo voorkomend, denk ik. Wildernis meestal associëren Europa meestal... Reizen in Europa met... Met beton. Ja, met Praag en Rome. En... Ja, wereldsteden gewoon, ja. Ja, ja, ja. Maar je hebt mooie natuur, maar gewoon niet de... Alaska, uitgestrekte vlaktes. Niet de ongebreidelde, wilde... Je komt altijd wel een weg tegen. Ja. Een mens of iets van levende... Iets dat je kunt koppelen aan een levend organisme. Ja. Gelijk een mens. Gelijk een mens. Gelijk een hond. Dus het positieve... dat is de wildernis. Dat trekt je kaart aan in het reizen. En waarom is dat? Vrijheid gewoon echt. Ja. Maar dat snap ik wel. Ik denk dat er een beetje anti... Dat ik een anti-maatschappelijk... Mm-hmm. Hoe zeg je dat? Ja, dat je een denkbeeld heb. Ja. En dat gecombineerd met de zoektocht naar vrijheid, dat ik, wanneer heb ik ultieme vrijheid? Dat is als ik alleen onderweg ben ergens en kan doen wat ik wil. En in België hebben gewoon iets te veel regeltjes. Ja, dat snap ik, ja. En, Er zijn heel veel mensen die zeggen van, vrijheid is mijn nummer één principe, maar doen er dan niet veel mee. Waarom is dat bij u zo? Waarom staat vrijheid boven alles bij u? Ja, je leeft maar één keer in dit gedaante, dus ik zou niet op mijn sterfbed iets willen hebben van had ik maar gedaan. Dat snap ik echt. Dat vind ik ook echt een trieste gedachte. En eens dat je gewoon beseft dat je echt maar één... dat je echt gewoon in het nu leeft, dan ga je ook gewoon meer... Doen gewoon, hè. Impulsievere dingen misschien, laten we het zo zeggen. Terwijl dat mensen zeggen van... toen dat ik gestopt was met school voor te gaan reizen, mensen zeiden echt van, dat is als moeder dacht dat ik gewoon niks ging worden. Ik weet niet, dat is... Van je ouders kunnen het dan nog begrijpen, omdat ze bezorgd zijn, maar andere mensen oordelen altijd heel snel over dat soort shit. Maar iedereen doet het snel vooral. Iemand die niet de platgereden paden bewandelt, en zeker in het nederige Vlaanderen, die wordt nogal snel aan de kant geschoven. Wat is er zo... Als je het hebt over regeltjes, want ik heb de indruk dat je daar een heel, toch wel een filosofisch idee over hebt, van, of dat je daar veel over nadenkt. Let's go! Wat bedoel je? Wat is iets dat u echt zot maakt aan hoe wij leven hier? Of hoe dat wij, laten we zeggen in Klein-Brabant, hoe dat alles wordt geregeld. Of is het in de kleine dingen of zo? Dat ja, natuurlijk ook, hè. Mannetjes. Ja, die vraag. Nee, dat is misschien een te open vraag. Dat is een heel brede vraag. Ja. En moeilijk om direct met dus dingen... Het zijn veel kleine dingen gewoon. Ja, maar ik vind dat in vergelijking met andere landen en hoe dat mensen daar zijn, vind ik dat wij als Belgen heel gesloten zijn en heel hard in ons eigen huisje. Ons huisje is van ons en al de rest daarbuiten... Maakt niet uit. Dat is ja, we doen gewoon ons eigen leven. En ik weet niet, moest ik nu naar mijn buren gaan? Buren veranderen ook. Mensen gaan dood, nieuwe mensen komen er. Als ik daar bijvoorbeeld een bus melk of ze zou gaan vragen, wat is die reactie? Gaat dat zijn van, hier? Of gaat dat zijn van, doe het, wat vraag jij hier nu aan mij? Of, terwijl
Ja, het ik merk dat in de reflex van mijn ouders, en I love them, hè. Maar ik merk dat vaak in de reflex dat ze zeggen van, ja, oké, je moet een grasmachine hebben en je moet dat hebben. Ja. En je moet voor elk stukje dat kapot kan gaan een gereedschap hebben. In plaats van dat veel van die dingen, denk ik vaak van, ah ja, maar mijn maat heeft dat en ik leen dat uit aan hem. Ja. En... Maar dat is volgens mij ook iets. Ik hoop heel hard dat dat verandert. Na onze generatie, of al in onze generatie, dat de mensen daar wel meer voor gaan openstaan. Dus om gewoon al te klappen tegen elkaar, want niemand klapt tegen elkaar. Dat is tof, hè? Als je gewoon al hallo zegt op straat, krijg je mensen. Ja, ja. Hey, ik gewoon goed communiceren. Ik moet zeggen dat je ook schuldig aan bent. Ik ben ook niet. Ja, jij bent ook schuldig aan. Ik ben op dat vlak. Maar je kunt een off-day hebben, hè? Je gewoon geen goesting hebt om met te praten. Dat is normaal. Ja. Als je naar iemand lacht of zo, nee, die kijkt gewoon niet eens terug. Ja, denk ik, dat is echt triestig. Of je lacht naar iemand en denkt van, what the fuck, de kerel, is hij zot of zo? Holy shit. Wat wilt hij met mij doen? Ja, wat wilt hij met mij doen? Gaat hij met mij pakken in een bos? Ja, nee. Waar zijn ze zo al geweest de laatste jaren? Welke landen zijn ze zo rondgetrokken? Ik weet dat je veel in Oostblok hebt gezeten. Gewoon, hè. Ja, Oost-Europa, ja. Dat is Oostblok. Wat wil je? Gewoon opleisting van... Nee, ja, ik bedoel, je bent op 10 geweest in Albanië, zijn er geweest? Ja, Balkan daar. Ja, Balkan. Dus Albanië, Montenegro. Ja. Dus voormalig Joegoslavië en zo. Ook. Ja. En dan, een van mijn eerste reizen was Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Ah, dat heb ik ook gedaan. Dat is... Wil niet met de auto? Ik ook niet. Liftend, gewoon. Ah, ik heb mijn skeptische toeristen. Liftend. Wat? Ik was zo 16 toen, ja, dat was zo geestig eigenlijk. Je bent naar daar gelift en zo. Nee, de vlieger naar daar wel. Oké. Okay. Daar, gelift. Amai. Mag dat daar? Zeg, dat mag overal toch, of niet? Nee, dat is... politie, dat gaat je oppakken. Dat is, eigenlijk, dat is echt waar. Ik dacht, het is ook van, ja, ik wil wel liften. Dat zijn dus zo'n regeltjes dat ik... Ja, voilà. Ja. Wat maakt dat uit, dat je liefd? Soms is dat zo... Nee, ik denk dat... Kun je gewoon zeggen, ja, ik zei gewoon goed zo tegen die voorbijganger, ik was niet... Zo, gestopt. Ja. Ik denk gewoon zo, what the fuck. Prima. Maar dus, dat is goed gegaan, dan, dat liefde, of... Ik zit er geraakt. Ik heb kunnen doen wat ik wilde doen. En, ja, als je geen plan hebt, maakt het ook niet uit wat nee, je doet. Nee, exact. En ook wel, ik bedoel, van hetgeen wat mij in de lift heel hard aanspreekt, we hebben dat vroeger al gedaan op de Giro en zo, als we eens moesten liften naar Gent of zo. Sommige jongens deden helemaal niet graag. Of misschien wel, maar ik deed dat heel graag omdat ik dan andere mensen tegenkwam. Leren kennen en mensen in contact dat je nooit meer in contact zou en dan, komen. En weet je ook van, ik zit na zo lang even met de mensen in de auto. En hopelijk klikt dat je daarin stapt. Maar als het dan klikt, dan denk ik altijd van, oké, ik ga je nooit meer zien. Ja. Ja. En... Dat is zo fucking... Ik vind dat... Er zit een mooie vergankelijkheid in of zo. Dat is ook niet erg. Dat is goed dat je dat aanhoudt, want ik had altijd het gevoel als ik vertrok om te gaan liften op kamp, dat was voor mij het toppunt van vrijheid. Dat was gewoon mijn rugzak, met een goede maat. En dat was van in mij. België, hè, man. En dat was in, maar dat was je voor mij... Je in de Balkan. Dat was voor mij het toppunt van de vrijheid. En inderdaad, shit. De shit dat je tegenkomt, allee, zelfs in België alleen al, je hebt dan sketchy gasten of sketchy gevallen, wat dat het tofste is, vrouwen. Tenzij dat het te sketchy wordt. Maar ook heel veel lieve en vriendelijke mensen die dat... Inderdaad, je hebt zo'n een tranche de vie. Even zo, je kijkt even binnen het leven van iemand anders. Dat. Want het leuke is ook bij liefde, denk Viewmaster. Ik. Ik weet niet of jij dat kunt beamen, maar omdat je zoiets zegt van, ik ga je binnen een uur nooit meer zien. Ah, je bent zo open tegen elkaar en je zegt, voordat mensen al tegen mij gezegd hebben, dat ik denk van, zijn er zo dingen dat je kunt herinneren dat je dacht van, oh, wat kom ik hier te weten? Dan heb ik een keer vermoord of zo. Dat is juist niet. Ja, fuck. Nee, over het laatste ben ik eens aan mijn werk van Mechelen naar huis gelift en ah, dat is ook nice. Ik stond echt al veel te lang ergens, omdat ik dacht van... Dan zie je daar auto's voorbij rijden, gewoon allemaal leeg. Alleen ene persoon, en dan kijken die naar je zo, dat je daar zo... mega gelukkig probeert te zijn. En ik kom ineens een madammeke teruggereden met twee kinderen in een auto. Ja. Ik zeg van, je zegt de laatste persoon dat eigenlijk iemand gelijk mij zou moeten meepakken qua veiligheid gewoon. Ja. En ja, ik vroeg, waar breng ik me naar de carpool van Willebroek? Want die woonde eigenlijk in Blaasveld. Ja, oké. Okay. Die heeft me naar huis gebracht en de scheiding en hoe dat met de kinderen gaat. En op een duur werd er gewoon alles van die mevrouw. Ja. En dan... Maar dat is ook... Sommige mensen hebben nood daaraan. Nood aan een, met iemand onafhankelijk praten is vaak... Makkelijker. Ja, je hebt zo een... Drempel is... Ja. Een drempel is weg, hè. Je moet... Therapeutisch bijna. Wat heel veel mensen
denken in mijn omgeving dan, merk ik ook vaak, mensen zwijgen veel sneller of zijn veel minder open. Maar zelfs tegen mensen die daar heel dicht rond de persoon staan. Omdat die allemaal denken van, ah nee, wat gaat die denken over mij? Ja, wat eigenlijk is wel een logische menselijke reflecties. Ja, maar ik bedoel, als je daar constant mee bezig bent. Maar het houdt veel vooruitgang tegen als je daar constant over nadenkt. Ja. Ja, dat is een rugzak dat je gewoon meepakt. Oh. Dat je er altijd mee ligt na te denken van, wat moet je denken? Ja, ja, dat. Terwijl het eigenlijk echt geen... Dat maakt geen kloten uit. Ja, ja, het maakt geen holletje uit. Het maakt geen kut uit. We hebben er ook vaak over gehad. Allee, een van de meest bevrijdende... Het bevrijdend gevoel dat ik heb gehad, was toen ik besefte, een paar jaar geleden, van... Niemand geeft een fuck om mij, dus... Ja, nee, maar, doe gewoon wat ik wil. Niet strafbaar. Dus die regels probeer ik wel te volgen, maar... Ik denk dat dat een iets is als je zo bepaalde gedachten hanteert. Van eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat andere mensen van me denken. Je moet eigenlijk, denk ik, eerst naar je eigen kijken en met je eigen bezig zijn. Want iedereen is ook met hun eigen bezig, maar misschien op een verkeerde manier. Maar dat is een dunne lijn. Hè. Allee, ik wil niet te diep gaan of zo, maar het gevoel van niks maakt uit kan ook overslaan in ik blijf in mijn bed liggen. Ja, ja. Dus je moet ergens wel sterk genoeg in je schoenen staan om... het gelijk. Je hebt sowieso je hebt een soort van nihilistische periode bijna. Oh, ja, dat je denkt, niks maakt uit en dan kom je daaruit. De meeste mensen komen daaruit, gelukkig. Maar, maar we waren toen nog jong, hè. Ja. Nog altijd. Ja, nog altijd. Nog altijd. Nee, maar ik ben al 25. Dat is nog goed. Ja, dat is nog altijd, jongen. Ja, ik had... In ieder geval, ik vind dat wel een interessant iets. Omdat ik heel hard merk bij andere mensen rond mij dat terughoudend is of terughoudend werkt. Ook bij mijn ouders. Die zeggen van, ja, ik wil dat doen, maar toch niet... Niet het effectief gaan doen. Ja. Er zijn wel mensen dat zeggen, ik ga dat doen. Dat is gelijk... Waar we het juist over hadden gehad, mensen dat zeggen tegen nu van, amai, zoals ik. Maar dat wil ik ook wel eens doen. Moet je dat doen, hè? Ja. Doe het dan. Er zijn zoveel mogelijkheden om te gaan doen wat je wilt doen. Maar En zeker in deze periode van qua tijd, de wereld ligt aan ons voeten, om het zo te zeggen. Ja, maar het is zo. Ja, dat is eigenlijk. Veel mensen beseffen niet dat ze hun eigen soms vastzitten in hun hoofd. Ja. En eigenlijk met zo'n oogklappen. Ooglippen, dat je echt gewoon niet ziet hoe mooi alles rondom je eigen visie is. Dat je kunt vergeet. Je kunt doen maar wat je wilt. En het is ook niet erg om met je kop tegen de muur te lopen. Ik bedoel, dat moet. Ik zeg tegen mensen die naar mij komen en die willen iets uit, of die willen een plan uitleggen. Secteleider. Ja, oké. Er was gisteren nog een jongen die naar mij kwam hier op een feestje. Allee, die modder dan. en die kwam naar mij en die legde iets uit over een merk dat hem al opstartte. En ik zei toen van, die was 17. En ik zei, doe dat gewoon doen. Doe dat gewoon. Ja, ik weet niet hoe, mijn vrienden. Ik zeg, doe dat gewoon. Maar ik heb natuurlijk niet gezegd van, waarschijnlijk zal het mislukken. Ik ga er ook, daar vul ik geen oordeel over. Maar ik bedoel, het is niet erg dat hij dan met zijn kop tegen de muur loopt. Ik hoop dat hij niet gaat luisteren. Daarmee spreek ik me niet uit over de kwaliteit of mijn persoonlijke mening van hetgeen dat ik heb. Het is gewoon dat je het al doet. Ja, voilà. Ik vind dat echt prachtig. Voilà. En iedereen heeft een andere manier om zichzelf te ontplooien. Voor u is dat mensen leren kennen en de wildernis intrekken en Europa zien en de wereld waarschijnlijk ook. Voor ons is dat toen alsof we interessant zijn. Voor ons is dat inderdaad toen alsof we mislukte radiohosts zijn. Ja, dus voor iedereen ligt dat anders. Maar, het werkt toch? Ja, een beetje. Maar normaal gezien, jij zou doodongelukkig zijn als je dat niet zou kunnen doen. Want dan zou het gevoel hebben dat je, als je 50 bent, ga ik terug op je leven, voorlopig je leven dan denk je van, shit, ik heb mijn eigen niet kunnen ontplooien. En ik had... Zoals gezegd, we hebben duizenden mogelijkheden. Er is geen enkel excuus. Om te zeggen. Ja, we hebben Pegassi is hier even geleden gepasseerd. Sam, en die zei ook van, je hebt eigenlijk gewoon, als je muziek wilt maken, het is het makkelijkste. Iedereen kan muziek maken. Met een laptop van €500 kunnen muziek maken. Als je een iPhone hebt, dan kun je... Ja, voilà. Dat is eigenlijk wel een... Dat is een duurtje. En ik denk dat dat heel verlammend is voor veel mensen ook. Dat te veel keuze. Dat is gelijk in de winkel dat jij... Ja, het is dat. Je hebt alles uit 10 opties en je staat daar en je pakt altijd geen wat je kent. Je gaat nooit iets anders proberen, omdat je denkt van...
Ja, ik weet dat moet ik alles doen. Ja. 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 Dus... Ah, fuck. Ik heb dat ook, allee, ik heb dat ook al, als ik op de bierfeesten ben of zo, dan ik wil dan gaan ze kaart afgaan. Holy shit, man. Maar vaak bij bier 18 denk ik, nee, het gaat niet lukken. En dan, bier 18, dan, ja. Dan zie ik vertrekken op de fiets, gewoon als een plank omvallen. Ja, ik ben alcoholicus. Ja. Ik denk dat wel established is als je al meer dan 3 afleveringen hebt... Over alcohol. Over alcohol. Je hebt mij ooit eens in een van die wazige avonden, ik was misschien waziger dan jij waart, verteld dat je zei beroofd geweest. Maar toen was dat was nog met een brommer, hè? Gande? Oei, wat? Was dat, heb je ook met een brommer rondgereden? Ah, motto. Sorry. Met de motto, sorry. Ja. Autistisch kantje. Ja, ja. Ja, met een Vespa, door Europa. Geen probleem, ik ben ook een autist. Nee, dat was de eerste reis echt gewoon al liftend. En ik zat in Budapest. Ja, mooi. En ik was daar wat dagen aan het... Allee, echt een goedkope stad. Allee, toen een goedkope stad. Mm-hmm. En ik dacht, ik had zoiets gepind aan... Ja, Balaton, is dat daar dan meer? Ja, Balaton meer. En ik dacht, morgen vroeg vertrek ik. Ik ga daar nog alles in mijn rugzak steken. Mijn koptelefoon nog even gepakt. En met die terug te steken in mijn rugzak is mijn... S'morgens werd ik wakker en... er was één iemand weg en... Ja, ik was mijn rugzak aan het pakken om te vertrekken, want ik had wel een afstand te doen dat ik moest overbruggen. En ik zeg, miljard mijn geld. Oh nee, dat meen ik wel echt niet. Ik had echt zo'n apart zakje met gewoon cash voor, als ik echt geld nodig had. Ja. En ik echt alles aan het afzoeken. En mijn, het was eigenlijk een hostelkamer met 4. Ja. Dat waren allemaal werkers eigenlijk, dat gewoon goedkoop wilde huren. Ja. En met 2 kwam ik echt goed overeen. En met 1, dat kon gewoon geen andere taal, buiten Hongaars. Dus dat was... vrij sober het contact. En dan in Hongaar, die was echt ineens mee kwaad, want hij was ooit zelf beroofd en zo, dus hij was direct echt... mee aan het dus wij naar de balie met 2, die had het allemaal uitgelegd en echt zo... hoe heet dat? Receptionist? Ja, die receptionist. Vanmorgen om 5 uur is er iemand uitgecheckt uit jullie kamer. Dat meen je echt niet, maat. Holy shit, jongen. En dan op je kamer. Wat de fuck, zo de laatste echt... plaats dat je beroofd... Allee, dat je verwacht dat je Maar dat was echt gewoon uit... Allee, met de koptelefoon dan terug te steken, dat eruit gevallen met de kerel aan het klappen, maar dat was zo een beetje Engels en veel Hongaars. Dat is met de geschiedenis aan het uitleggen van Hongarije met de Turken en zo. Ja. Dus dan snap je, je moet daar zo... Met al die gebaren, daar moet je wel even opletten wat hij aan het zeggen is. En daar niet op gelet en de kerel waarschijnlijk wakker geworden, maar ik denk dat dat toen 250 of 300 euro was. Fuck, man. Oei. En die waarde van die munt stond toen op 1.300, dus... Dat is al... De keil had daar wel even mee kunnen... Ja, die hebben we dan nog even doorgereisd. Dat al enkele nachten in een ander hotel hebben geslapen. Het zal in het Hilton geweest zijn. Dus dat was wel... Wat heb je dan gedaan? Ik bedoel, zijn dan fucked om het in het schoon Vlaams te zeggen? Of? Emotional damage, maat, echt. Ja, tuurlijk. Veel sigaretten moeten smoren, maar echt. Ik denk dat van de kerel zijn pak hem opgesmoord. Ah, nice. Ja, ik was wel echt... dat was evenveel geld dat ik eigenlijk een maand al had gebruikt om te leven. Amai, maat. Amai, dan is dat echt dus, veel. Allee, dat was eigenlijk... In proportie... dat was heel veel geld dat ik eigenlijk had... Was verloren en dat was even een... Allee, dat was ook mijn eerste reis alleen echt. En dat was zo ineens naar... En ik ging normaal 3 maanden weg zijn, maar dan na een maand, ik was mijn ouders aan het bellen, ik zeg, ik heb er eigenlijk even geen goesting meer in. Mm. Omdat ik ook niet... Ja, ik ben eigenlijk altijd wel broke. Allee, ik heb nooit echt veel geld. Dus ik ook. hetgeen wat mijn beperkend iets met reizen is, is meestal gewoon mijn geld. Mm. Dus dat was echt even een opdoffer en dan denk ik even terug naar huis gekomen. Daarmee dat je misschien ook niet buiten Europa al zijn geweest? Dat gewoon één... Allee, ik heb ook even gestudeerd nog 3 daartussen. Ja. Dus... Dan zitten mijn schoolvakanties, Giro toen ook nog. Dan is dat maand dat je in het kamp steekt. En dan is er nog zo'n beetje tijd over. Maar voor dan. Ik wil als ik wegga buiten Europa, niet voor. Maanden wel. Ja, ineens langere periode. Je wilde niet op je geld zien, zo gezegd. Je wilde gewoon een lange periode. Maar het ding is wel, wat ik nu persoonlijk. Want ik was aan het kijken om zelf naar Japan te gaan. En, in september. Naar Japan of China. En dat was eigenlijk. Check verschoot met een fucking beeld, hè. Dat kostte geen hol. 500 euro in en terug, vliegticket. Naar Japan, denk ik. En dat is heel weinig. Dat is heel goedkoop voor de afstand. Ja, dat is heel goedkoop voor de afstand. Maar bon, in ieder geval... Je maar het probleem is daar niet zo goedkoop als in Marijn. Daar niet, maar als je naar Thailand gaat of je gaat naar
Vietnam trouwens ook echt super nice is als je wilt gaan rijden met een brommer. Er zijn heel veel mensen dat gewoon dat land afrijden met een... Scootertjes zo, hè? Ja, of je kunt daar gewoon een motto kopen in de hoofdstad, Saigon, beneden aan de land. En dan naar boven naar Hoi An rijden. En met die motto, en dan die motto daar van boven terug verkopen en dan de vlieger terugpakken. En mensen doen daar een maand, twee maanden, drie maanden over. Je kunt dat zelf kiezen natuurlijk. Maar dat is blijkbaar, ik heb toen dat ik in Vietnam was gesproken met van die mensen dat deden. En die zeiden allemaal van, ja... Dat moet je doen. Ja, dus, moet dat echt doen. Dat begrijp ik ook wel. Dat kost ook niet. Daar zelf is het daar helemaal niet duur. Dan moet je eigenlijk al je geld in die vlucht. Ja. En als je kunt fixen dat het nog goedkoper is, beter. Maar ik denk dat daar gewoon vrij cheap is. Ik heb er ook geslapen op fucking zolder. Dat hangt ook af van je eigen waarden en normen zijn. Dat jij er geen probleem mee hebt om ergens te gaan slapen waar dat sommige mensen... Allee, kaka doen. Ja, maar raar doen. Ja, of dat kaka doen. Nee, dat zag ik even niet aankomen. Zo intuïtief. Je hebt sommige mensen dat gewoon een bepaald niveau van luxe nodig hebben. Ja. En als je dat niet nodig hebt, dan denk ik dat je overal wel goed koopt. Maar wat is voor u de basis comfort? Want als je gaat rijden, wat pakt je eigenlijk mee? Pakt je water in? Ik pakte gigantische bidons water mee. Hoe doe je dat juist? Aldoende leert men. Ja. Ik zou het zo zeggen. Ja. Met de auto, met mijn bus nu is het anders, want dan heb je ruimte en je kit. Ik heb ook een frigo en zo, dus dan heb je al een bepaalde luxe. Maar... Wacht, dat is misschien een domme vraag, zodat ik het onderbreek, maar die frigo wordt dan door je naft mee? Of, Ik heb een extra batterijsteker die door een zonnepaneel wordt opgeladen en door te rijden gewoon. Ja. Wacht, hè. Die wordt opgeladen door te rijden op die accu. Ja, en dan, ik kan 2 dagen off-grid staan volledig. Ja. Met als zijnde berekend dat ik gsm kan opladen, een film kan zien op Beamer. Dus, Beamer, nice. Shit, dus snapte, ik heb echt wel genoeg gepakt dat ik zowel de frigo kan laten draaien als als ik echt ergens wil staan, gewoon 2 dagen. En dat is wel echt een luxe. Dat is gewoon een G-Wagon. Door Oost-Europa is een G-Wagon. Dat is een Be My Ride exhibit. Er is een Beamer in my car. Holy shit, a PlayStation. Dat is juist toch niet. Nee, maar dat is wel vet, man. Je hebt de plaats dus dan kunnen doen, maar toen ik mijn eerste autootje, dat was een kleiner autootje, rondtrok, was het eigenlijk echt dag op dag leven. Want je kunt niet bijvoorbeeld vlees of zo of melk. Ah, nee, dat kun je als het niet. Overdag naar de 30 graden gaat, ja. Dan wil je niet de volgende morgen. Ik zal u eens een grappige, maar misschien ook oninteressante anekdote meegeven. Vroeger, als ik het moeilijk had thuis, dan fantaseerde ik erover dat ik zou weglopen. Hè? Dus als ik 12 was of zo, dat ik een rugzak zou nemen en gewoon beginnen lopen, toropuurs en weg. En ik had dan altijd in mijn hoofd dat ik de charcuterie zou meepakken van die in de frigo lag, in mijn rugzak zou steken, mijn brood erbij, mijn melk erbij, en nooit bij stil zijn van, ah ja, dat is gewoon... Inderdaad, dat soort shit kunnen dus niet... Ja, dat vinden... Wat eet je dan eigenlijk onderweg als je zo dag op dag leeft? Dus dan... Als je dag op dag leeft en je komt met winkels tegen, kun je eigenlijk alles maken. Ja. Als je een gaasvurken hebt of wat je gewoon een vuur maakt, dan heb je eigenlijk niks van... Ja. Nou, equipment nodig. We maken het, ja. Eigenlijk gewoon wat je in de winkel goestingen hebt en dat je ofwel in een gamelke gewoon kunt maken. Of nu heb ik net iets meer equipment. Omdat ik in die bus. Allee, heb ik echt zo een deepit. Ja, voilà. Dat je tenminste deftig kunt koken met 2 potten. Truffelpasta aan het maken, gewoon ergens in Tsjechië. Hey, die man is zo fucking culinair hoogstaand als dat. Nee, dat is waar. Nee, maar ja, dat is denk ik. Allee, je hebt sommige mensen dat ook echt zo met hun bus rondreizen die echt, dat ik echt van denk, wauw, echt zo uitgebouwd met vuren en zo. En vind ik altijd heel mooi om te zien, maar ik heb niet de nood aan de luxe. Voor mij is het eigenlijk eerder gewoon een bed dat ik heb en ik heb alles bij. En, ja. Dat schrijf je gemak, ik denk dat het blij is. Wat kan je nog vragen? Ja, ik heb even geleden, ik volg je op Instagram en ik zag een heel... Ja, eigenlijk wel ontroerende post over een hond die je bent tegengekomen. En ik ben vandaag zelf eigenaar... Ja, ik wist dat het ging zeggen. Ik moet het zeggen, ik ben nu al de meest irritante hondeneigenaar, maar ik ben vandaag zelf eigenaar geworden van een cute puppietje. Prachtig beest. Dus dat kwam zeker binnen. Kun je kort uitleggen wat dat juist was, dat verhaal? Ik ging een berg beklimmen, de grens van Albanië en Macedonië. Mm-hmm. En ik had me daar geparkeerd, in het hoogste dorpje zo. Ja.
En er was een hond zo aan het rondlopen. Ja, je hebt daar gewoon heel veel zwerfhonden in Balkan, laten we het zo noemen. En ja, ik was dan iets gaan eten en drinken met mensen dat ik was tegengekomen. Ik had die wandeling al gedaan die een dag. En de volgende morgen, ik werd wakker, ik trek mijn schuif erop en de hond staat daar gewoon voor mijn bus. En hoe groot is dat, maat? En ze van, oké, ja. En ik doe mijn schoenen aan, ik vertrek. Mm. En de hond blijft mij volgen. Ik denk van, allee, maat. Van, doe maar. Ik weet niet of dat jij... En die bleef mij echt volgen. En op den duur, als ik de weg niet meer wist, volgde ik gewoon de hond. En soms bleef die wat staan, omdat ik kan doorwandelen. Ja, en dat is gaaf. Dat was, die bleef gewoon bij mij, totdat hij... Allee, de vlaktes... Ja, die kan de gaan uit de wild. Ja, en de luisterde eigenlijk ook niet nog. Ik had dan zo Albanees opgezocht voor zo te roepen. Echt? Nice. Holy shit. En daar reageerde hij af en toe wel op, maar gewoon op fluiten dat hij 200 meter verder was en ik floot. En hij kwam? Ja, en hij kwam en dacht ik echt van... Dus ik begon verliefd te worden en dan ga je met dat beest naar de top, zit het daar rond te lopen en dan denk je echt van, ja, al die schoothondjes hier in België, maat, je moet aan de leiband en als je niet aan de leiband zit, kun je een boete krijgen. Dan begon ik ga die hond meepakken. Ik kan me voorstellen. En mijn moeder is allergisch. Ah. Dus ik wil eigenlijk heel graag een hond, omdat dat, naar mijn opinie, toch de trouwste... De vertrouwste vriend, hè? Ja, van de mensen. Is alles, ja. Onvoorwaardelijke liefde. Ja, echt... ja, voilà. En dan begon ik, hè. Ja, oké. Dat mag niet meer naar België, omdat dat niet ingeënt is tegen rabies. Al die chips en zo. Ons dolheid. En dan moet jij eerst naar een dokter gaan. Je moet papieren hebben van een hond voordat je de Europese Unie binnen mag terug. En dan zat ik daar van, miljarden. Wat moet ik nou doen, hè? En dus, ja. Het is daar gelaten. Was ik terug naar mijn bus gegaan. Ik was beneden terug aangekomen. En die hond was gewoon onder mijn bus gaan liggen en ik wilde vertrekken, maar ik kon gewoon niet weg, omdat ik niet over de hond. Allee, ook al zat hem niet onder mijn wielen, maar... Denk je dat die hond dat aanvoelde, dat je ging vertrekken dan? Maar ja, tuurlijk. Ja, ik, of was dat zijn vaste slaapplaats sowieso? Dat weet je niet. Ik stond echt heel rij in de merges, gewoon in de kant. Dus het zou me verbazen, moest je daar gewoon gaan liggen. Maar ik had het daar wel moeilijk mee en ik denk wel dat hem het ook gewoon wist langs de kant. Allee, ik denk dat hij dat wel... Die hebben zo'n zesde zintuig soms, om dat soort shit aan te voelen. Ja. Dus ik was er echt wel... Maar had er gewoon niet, als je die nu had meegepakt... Het probleem was ook dat hij vol met vlooien zat. Oké. Ja. Maar op zich kun je dat precies wel aanraken zonder dat je vlooien krijgt. Ik weet niet of je ernaast bent gaan pieten of zo, maar... Leuk, ik heb wel liggen aaien en zo, en dat beest op zich. Ja, maar je zag wel de vlooien echt in zijn vachtkroon. Allee, je kon echt zo de apetjes uitpakken. Dus ja, dan creëert een band met een hond en dan... Moet er allee, die is een hele dag mee, terwijl je aan het afzien bent, dat je de berg op klimt en dat je terug naar beneden komt. En dan moet de dag zeggen. Dat is erger voor tegen een mens, allee, tegen een hond achter zeggen dan tegen een mens. Ik snap het. Dat was wel echt... Ga je ooit nog terugkeren, denk je? Naar die bergflank? En dan over gedacht van, ik ga de hond terugzoeken. Dat zou echt wel zijn. Ik wilde eigenlijk... Kun je er een film van maken? Teruggaan voor die mensen dat ik was tegengekomen. En dat mij geholpen hebben onderweg voor daar nog eens langs te gaan. En omdat ik nog altijd niet veel heb gezien van die landen eigenlijk. Maar ja, ik weet het niet. Zijn er voormatig niet tegenkomt? Ja, dan pak ik hem mee, paas. Ja, dan moet ik ook maar pak dan dingen mee. Zo, want flooring shit en zo. En, ja, maar het is die inentingen, tot de huis website. De kaal hond. Gewoon kaal. De hond zo. Ja, maar als je de Europese Unie terug binnenrijdt, staan er echt zo grote borden met dat mogen we niet meepakken, dat mogen we niet meepakken, dat niet. Die gaan er echt uit. Allee, die gaan er onderuit dan. Ja, een hond kun je niet wegsteken in een valies of zo. Een kat kun je nog bij wijze van spreken even... Maar ze controleren dat wel altijd. Ze gaan meer geneigd zijn, denk ik, dan om u te controleren dan een gezin. En ook omdat je een bus zit. Omdat je alleen... Het gevaarlijkste organisme op de wereld is een man die alleen is. Dat is daar. Is dat bewezen? Nee, dat is gewoon uit mijn duim gezogen. Ah. Dus, Dat vaak. Ja, dat is natuurlijk... Ja, nee, ik wil maar zeggen... Is er al veel tegengehouden of zo? Of in België nog niet. Ik ga hout vasthouden. Speed. Maar de meeste grenzen was wel altijd van ja, er zijn drugs bij. En dan denk ik van, ziek ik er zo uit dat ik... Ja, drugs en sigaretten en alcohol, dat is eigenlijk hetgeen waar ze echt wel op letten. Mm. Oh ja, smokkelen. Allee, sigaretten dan. Ja. Ja, drugs, obviously ook. Ja,
Maar een truc is eigenlijk dat je... Alles pakken voordat je... Nee, maar... Dat is bij. Nee, nee, wat? Komt nog zo toe, ik zoek aan de grens zo... Ja. I have nothing, sir. Sorry, ja. Gewoon eigenlijk, voordat je de grens overstikt, die bus overheen zwieren, dat ze gewoon die deur open en ze denken van... Ja, lot maar. Ja. Ah, ja. En dan... Gaan ze gewoon zo eens een rugzak pakken of hun toiletzak standaard en onder haar flappetjes van hoe heet dat? Zo, ja, ik weet het wel. Tegen de zonneklappen. Ja, daar checken ze ook altijd zo zakjes, maar ik ben nooit echt volledig... doorgelicht. Omdat het gewoon altijd te smerig was. Dus, dus ja. Is de tip echt. Voor de luisteraars, als je ooit alleen op reis gaat... Wees smerig. Heb je ze overhoop gegooid. Ja, maar dat is... Allee, ja... Ja, ik weet niet. Ik heb dan zelf nooit, maar ik ben ook nog nooit zo op reis geweest. Maar ik weet wel dat wij. Waar was dat nu weer? Ah, toen we op skivakantie gingen. Bij ook... mij nog? Nee. Was er ook nog zo tegengaan, want die mannen moesten zich gewoon uitkleden en fucking. Maar dat was ook met zo'n bus. Dat was met de bus van. Ja, wie doet er niet toe? In ieder geval, Ja. De Die. Die had een bus en die mannen zijn allemaal tegengehouden. En er moest er een zijn eigen uitkleden en ze wilden die bus doorgelicht. Dus ik vind dat toch straf. Maar ik vraag me af. Maar het ding was ook, ik heb enkel deze aan als ik reis. Enkel een shotje. Dus ik sta er op mijn tennisletjes. Ja. Dus ja, veel uitkleden. Die kan dat niet. Allee, ja. En als je daartoe komt en je weet dat je niks bij hebt, dan ga je ook gewoon niks stressen hebben. En zeggen, doe maar wat je wilt. Ja, dat zal ook wel veel doen. Als die daar zo'n... Als ze zien dat je stress hebt en je kunt dat verstoppen, je kunt dat proberen, maar ik denk dat je dat, als je echt stress hebt, dat je dat moeilijk kunt. Ja, ik weet dat niet. Als je van die stress onder hebt, bedoel... Die merken dat wel. Of je moet dat gewoon zijn om te smokkelen. Of je moet gewoon een psychopaat zijn eigenlijk. Gewoon je emoties. Gaan we? Kom maar gewoon terug met mijn cabaret vol met tabak voor iedereen door te verkopen. Overal. Een huisje van sos pakken bouwen zo. Nee, maar dus echt nog nooit buiten Europa geweest. Dat, maar is het van plan? Ja, om dat iets te doen? Eigenlijk nog niet, denk ik. Nee? Ach, nu buiten de Europese Unie wel, maar... Ja. Nee, ik bedoel echt buiten geografisch. Als je nu zou kunnen vertrekken naar een land buiten Europa, wat is dan... Of is dat gewoon niet echt een idee? Of is dat weer al zo... Oeh, dat is moeilijk. Als ik nu zou mogen vertrekken... Dan. Ja, dat is ook weer al afhankelijk van seizoenen en zo. Ja, dat is ook wel. Ik zou heel graag Amerika doen. Ah. Maar dan als zij dan is dat ineens voor langere maanden dan. Dus, Amerika... Maar ja, dan kun je 3 maanden naartoe gaan terugkomen, nog eens 3 maanden terugkomen, nog eens 3 maanden. Dan hebben waarschijnlijk nog niet de helft gezien. Allee. Ja, nee. Maar dat kost fucking... Ga je al geweest? Ik ben er nooit geweest. Maar, ik heb de show... Ja, ik heb maar een stukje gezien. Maar ik ben ook... Ik ben persoonlijk echt zot van alles wat met Amerika te maken heeft. Het is origineel, hè, want Amerika owns the world. Maar bon, ik vind dat gewoon een enorm cool... Ik heb niks met dat land. Interessant, schizofreen, fucked up land. Ik heb niks met dat land. Ja. Dat gewoon zoveel bij elkaar is. En dat is wel interessant. Dat is ook het coolste. De ontstaansgeschiedenis is gewoon het coolste. Gewoon zo, oké, mannen, we zijn weg. We gaan daar, maar ja, er zijn wel of triestig zeker. Er zijn ook wel wat mensen voor moeten sterven. Fucking cool, man. Maar, al die Native Americans gewoon, ja, wow. Ja, 90% ervan is gestorven door ziekte. Wat het natuurlijk door beter ons maakt. Gepakt. Ja, 90% er. Dus nog voordat de Spanjaarden. Hoe kwamen die? Bedoelde, nog voordat die er allemaal waren. Dat is toch door vaak dat dat, nee, niet ervoor, maar letterlijk als ze aan wal kwamen, ja, dat verspreiden zich via ja, ja, dus via dit, beesten de en mensen. Van de fucking, de rats en de fucking... Ja, het is dat. Door ons. Ja, en dan inderdaad slavernij en dan gans die geschiedenis daarover. Ik heb niet veel met het land. Ik zou er wel eens willen zien natuurlijk. Is dat voor u dan natuur echt gewoon? Of alles, het totaalpakket. Ik kom ook heel graag in contact met mensen. Alleen met echt de natives van een land. Ja, dat is inderdaad leuk. Ja, die verhalen zijn gewoon echt altijd magnifiek. Of gewoontes. En, dat is interessant gewoon. Ja, hè? En ik denk, als je door Amerika reist, dat je gewoon... Zoveel ik zie Amerika als een land
met allemaal landen in. Ik denk dat een staat eigenlijk echt zo zijn eigen manier van, van werken of van doen heeft. Letterlijk ook andere wetten en zo. Ja. In de ene staat mag abortus, in de andere staat mag je trouwen vanaf je 13. Ja. Ja, ik bedoel, er zijn zo van die... Ja, er zijn letterlijk... In... Texas of zo. Ja, er is volgens mij één staat waar je mag trouwen vanaf je 14 of zo. En er zijn ook staten waar dat age of consent, dus wanneer dat iemand volwassen seks mag hebben... Ah. Age of consent, 15, 16, dat bedoel ze allemaal, Maar is dat hier ook 16? Ik wou het zeggen, dat is hier ook in België. Oké. Oké, ik had het dan over trouwen. Jij voor het eerst seks hebt ik had het dan over trouwen. Ja. Trouwen, ja. Ja. Nooit doen. Don't do it. Oké, Dat terzijde. Nee, maar dat snap ik wel, de aantrekkingskracht van Amerika als een land met nog eens... Keiveel landen daar. Ik denk voor natuur, dat ga ik maar ene kant, allee, zo een paar delen echt zo van Amerika moet zien. Want ik denk dat je in het midden echt gewoon velden hebt. Allee, dat kan echt heel verkeerd zijn. Ja, dat kan, ja. Ik weet, maar je hebt daar ook echt zo die platte. Ja, je moet gewoon naar Google Maps gaan en gewoon random in het midden drukken. En dan pak je je manneke dat je Street View hebt. Het is gewoon velden. Veld. Dat doe je ook soms. Dus je hebt er ook gezicht tegen mij gisteren. Ik heb al langs zo gedaan. Dus ik ging naar Nebraska, ik zet mijn ding erin. En de laatste keer dat er een Google auto was gepasseerd, was 2009. Dus die foto was ook gewoon zo blurry as fuck. Dus dat zei echt veel over over het land. Ja, ik moet er echt... Ik zal er wellicht ooit wel eens naartoe willen gaan. Ik moet er eigenlijk wel eens naartoe gaan om het te zien. Als ik ooit geld genoeg heb. Maar... als je dat echt wilt kunnen versparen, uiteraard. Ja. Maar Azië spreekt me veel meer aan dan... dat is misschien ook... ik heb er maar één land van gezien. Ik weet er geen hol... ik heb 2 weken in dat land gezeten. Dus. Maar Azië spreekt mij meer aan. Ja, dus slaapt niks in mijn claim, voor de duidelijkheid. Het land Azië, hè? Met de Aziaten. Ja, eigenlijk ben ik liever in het land Afrika. De hoofdstad Congo. You so right. Oh my god. Nee, maar ik weet het niet goed. Ik had er wel... Dat was wel heel speciaal... Zeg het even. Wat? Waar moet ik dat doen? Open doen voor u? Ja, misschien. Ja, met mijn tanden of wat? Nee, heb je geen sleutel mee? Nee, dat zijn de meeste sleutels. Ja. Whatever. Ja, tanden, man. Ik kan nee, het ik kan het niet. Maar het is niet zit maar gewoon neer. Doe maar verder. Wat ging ik zeggen? Ja, draadkiepen? Nee, hè? Blijf zien. Nee, natuurlijk niet. Dat is net te laag. Maar nee, de Azië was wel iets... ik kan dat nu... Dat klinkt belachelijk, hè. Maar dan ben ik toch meer... Dat is de graafste reis die ik ooit heb gedaan. En waarom, ik wil er niet ondervragen of zo, maar waarom is Azië dan zoveel keer... Voor mij is dat allemaal interessant of zo, maar... Omdat daar, dat is tropisch, hè. Die tropische natuur is iets wat me altijd al heeft... Dat snap ik ook wel. Ja. Zo wat jungle, hoe zie je dat? Regen, of is dat daar niet? Ja, dat is er op sommige plaatsen, daar ben ik nu niet geweest, maar bijvoorbeeld in Halong Bay ben ik geweest, wat dat eigenlijk nog een groot ongebreid stuk natuur is, vlak aan de oceaan. En dan op een eiland daar is zo'n hutgebied. Ook tussen allemaal mensen die de taal niet spraken, maar die me niet hebben bestolen, godzijdank. Jawel. Mijn slitsen zijn gepikt. Oh. Ja, jawel. Die mensen hebben slitsen gestolen. Maar bon, dat zijn wel essentials daar. Dat zijn echte... holy shit. Nee, maar en ook de manier van leven ook. Het is, je moet er echt naartoe gaan om het met eigen ogen te zien. Ik bedoel dan het westerse? Ja, Het materialistische? Jawel, dat is vrij... Punt dat je... Ja, de view op het... Ja, want we zijn echt van die... we hebben dan met een brommer een loop gedaan van boven. Van boven in Vietnam. Dat heette de Ha Giang Loop. En dat was met een brommer 4 dagen rijden door eigenlijk gewoon... Ja, of zo'n mini kleine berichtpasjes. En daar kwamen heel veel door van die dorpjes. En er waren mensen die zo simpel leefden, maar... Super vriendelijk en daar verdween zo een soort van dat materialisme of zo was er compleet niet. Allee, ik heb afwezig dat dan, gewoon. Ja, afwezig gewoon, ja. Wat ik een enorm fijne ervaring vond. Dus zo, heel erg. Ik dacht van, oh my. Dat sluit zo aan bij het cliché dat je vaak hoort is van met mensen in armoede, die zijn vaak... Allee, gelukkig. Maar die mensen zien... Die zien dat die mensen... als je nu... Natuurlijk zou mensen die armoede, zeggen... Mensen in armoede in België. Dat is anders, denk ik. Dat is compleet anders.
Dat is, ja, dat kunnen niet vergelijken. Want die mensen daar hebben niet het gevoel van, maar ik ben echt, als ik echt gewoon geld. Die leven er allemaal. Er is ook relatieve armoede. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ja, want iemand dat hier arm is. Ja, dat is een moeilijk begrip wel. Ja, dat is een, wat is arm? Want dat is ook weer iets heel subjectief. Ja. Maar die mensen, als die naar plaats dat ik gezien heb, als die naar daar zouden gaan, zouden die eigenlijk middenklasse zijn. Voilà. Dus dat is eigenlijk mensen dat hier. Dat is ook omdat je hier mee moet gaan met bepaalde. Ja, wel, het is als ik ging naar daar en ik was wel. Daar zijn de koningen. Kunt hier niet meer overleven van een plekje grond. Je moet werk hebben en je moet een auto hebben en je moet. Dus al die dingen kosten geld en dat creëert dan die stress. Ik denk dat de armoede veel meer. Allee, dat klinkt zo wereldvreemd. Maar dat misschien armoede hier ook veel meer te maken heeft met stress en je rekeningen niet kunnen afbetalen. En dat daar is van we hebben geen iPhone, maar. Nobody. Die hebben ook geen rekeningen. Ik heb hier een lap grond of ik ga werken daar of ik doe. Allee, iedereen, het ook wat mij enorm hard opviel, is dat iedereen elkaar helpt. Iedereen staat. Ja, dat kan ook niet anders. Want dat is prachtig, maar. Dat is het ding dat ik eigenlijk in het begin in refereerde. Van, als ik nu naar mijn buren ga, die gaan zo kijken naar mij. Terwijl dat je mensen dat je daar tegenkomt, die echt zo. Super. Ah, en dan nog, en moeten dat. En zeker dat je dat niet hebt. En dan denk ik van, je hebt geen geld, maar toch geef je mij zoveel. Dat is zot, hè? Ja. Dus dat soort selflessness of zo, dat helpt. Als je dat hier zou doen al. Van, pak maar. Dan mensen gaan wel raar bekijken. Is die mens wel normaal? Ja, verruilhandel. Ja, what the fuck? Maar dat vind ik heel erg mooi. En dat is wel zoiets dat is. Maar daarvoor moet je eigenlijk niet ver gaan. Allee. Nee, ik heb natuurlijk niet zoals u. Ik ben in Praag geweest en zo, maar ik was toen 16. Een hoofdstad is echt heel irrelevant voor een land. Dus alleen mensen dat zie ik, ben naar Amerika geweest. Ah, naar waar? Ja, New York. Dat denk ik van, dood. Dat is, grootsteden in Europa, je kunt lijken op elkaar ook allemaal, grootsteden in Europa. Je kunt, veel straten naast elkaar zetten. Barcelona, Praag, Rome, Brussel. Maar dat is Vietnam ook zo. Dat is gecoloniseerd door de fucking. Dat ziet er soms uit als Parijs. Ja. Dat is ook cool. Die steden hebben zo een beetje een monocultuur. Ja, maar het ding is wel. Die steden, dat lijkt niet allemaal. Allee, maar dat is wel. Dat is allemaal westerser. Die lijken toch op elkaar. Als je pakt de Franse stad Nîmes. En je daar een foto pakt in een of andere straat en je legt die naast Bilbao. Geogisser. Dan gaat het. Ik bedoel, dat zijn allemaal dezelfde. Dat zou verwacht kunnen worden. Wat je wilt zeggen is dat je de mensen pas echt leert kennen buiten die steden. Want daar is. Ja, voilà. Daar gaat het echt terug naar wat dat land echt is. Zijn er bepaalde dingen dat je in je dagelijks leven doet om dat mee te dragen, die solidariteit? Zeg je bijvoorbeeld iemand dat heel. Ik wil er niet uit kan of zo, dat heel behulpzaam de mensen zouden willen en komen, dat vind ik wel heel solidair. Ja, voilà. Nee, dat is al heel. Zeg je de vraag aan mij aanstellen? Ja, het feit dat je zo. Je bent heel open en vriendelijk en heel. Snap je, is dat daardoor, denk je? Of is dat altijd al zo geweest? Dat is een beetje het kip in het ei, man. Het ding dat je. Als je alleen reist, kom je eigen echt wel. Tegen. Zeker de eerste keer dat je dat doet, dan kom je eigen wel heel vaak tegen. En je apprecieert gewoon heel veel meer in het leven. Ja. Door. Je hebt zoveel wake-up calls dat je bij mensen komt en dat je echt denkt van. Hier leefden jullie met zoveel en ik leef thuis. Ja. En ik heb dat en. Maar ja. Dan. Ja, dat is. Dus dat kan niet anders dat dat een invloed heeft op hoe dat je zijn. Als mensen lege bussen water dat we auto komen pakken voor te gebruiken, dan weet ook van. Als ik als afval zie, zien die als. Ja. Dat is echt gebeurd. Ja. Amai. Dus dan word je wel even wakker. Holy gewoon. Shit, man. Dat is. Je leert daar gewoon zoveel. Zonder dat je die mensen eigenlijk verstaat. Maar gewoon puur door hetgeen wat die van energie geven. Ja. En hoe dat die je laten voelen. Terwijl dat je eigenlijk naar wildvreemden zei dat die niet eens moeten helpen. Of, nee, het is dat. Dat is wel mooi, dat selfless. Maar ja, bonen hangt dan ook af van de maatschappij. We leven hier inderdaad in. Ik ben misschien anti-maatschappij een beetje en dat snap ik wel. Omdat er is een soort van rare, overhangende, grotere maatschappijmacht of zo. Als ik nu zo heel kinderlijk kan benoemen. Kapitalisme.
Ja. Ah, nice. Politics, let's go. Ik was er pas weg. Nee, het is gelijk. Het is dat. Mijn rood fucking, hart is aan het branden. De fucking hand van... Dat is gevaarlijk, politiek. Nee, dat is gevaarlijk. Fuck kapitalisme. In welvarende westerse landen is solidariteit geïnstitutionaliseerd. Hè? Dus we hebben sociale zekerheid en zo. Dus mensen hoeven dat niet meer te doen. En daarom, en in andere landen... is dat gewoon nodig. Hè? Er is geen CM. Ja, maar, dus je kunt niet... Dat is moeilijk en pijnlijk. Dat is toch geen... Dus mensen vergeten om solidair te zijn, omdat ze altijd iets hebben van... Ja. Komt toch gewoon. Ja. Ja, toch een overheid zorgt toch voor mij. En ergens zit er wel een punt natuurlijk, als je... Geldt het, hè? België is een goed land, daar niet van. Hè? Maar, ja. Goed sociale zekerheid en zo. We zitten hier wel vrij oké, maar tot daar. Capitalism. Zou jij dan willen verhuizen naar een ander land? Als ik, ja, sowieso. Ja? Maar ik heb het heel moeilijk met mij. Hoe meer dat je ziet, hoe minder dat je overtuigd bent van een land. Ja. Bijvoorbeeld Noorwegen, daar ben ik echt verliefd op. Maar ja, je komt zoveel toffe en mooie dingen tegen. En dan, ik heb eigenlijk nog altijd maar hoeveel procent gezien van... Ja, dus... Ja, ik weet dat niet. Maar de keuzestress slaat toe, weer al. Ja, voilà. Shit. Verhuizen, wat ga je doen? Als ik zou mogen kiezen, ik zou bijvoorbeeld naar Canada gaan. Ik zou daar een groot stuk grond in een bos kopen, met alle vrijheid. Ja. Maar dan maak ik eigenlijk de beslissing voor mijn kinderen. Allee, moesten er ooit kinderen komen? Misschien lopen er al rond in ons kan ook. Nee, maar dus om een lang verhaal kort te maken, ik weet niet. Ik weet niet. Maar ik zou niet in een stad wonen, sowieso. Dat wel. Ik hou wel van steden, maar niet om in te wonen. Begrijp ik. Ik kom graag in en uit. Ik ga graag 2 dagen naar de stad of zo. Je gaat graag weg, ja. Dat je het goed verwoord, eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Dat zal groeien. Allee, ik bedoel, ik heb nu liever stad, maar... Wellicht zal ik later... En het ook vanaf wat de fuck dat je gaat doen. Hè? Ik bedoel, er zijn ook meer en meer jobs die niet vereisen dat je ergens moet zijn, dat je moet pendelen. Dat je remote kunt doen. Ja. Dus als je inderdaad een job kunt doen, die dat je vanuit je cabin in the woods kunt doen, zogezegd. Dan heb je wel bereik nodig. Ja, wel. Bedoel, generator. Elon Musk heeft toch zo'n... Heb je dat gehoord? Fucking Elon Musk. Tesla heeft zo'n... Een pocket wifi-ding gemaakt dat meteen verbindt met een satelliet. Dus je kunt dat gewoon overal ter... Dat is echt iets voor u. Het kost 600 euro of zo. Zo wat geld. Hey, voor u. 600 euro. Oké, dat is misschien wel de moeite waard. Ik denken van, maar ik kan niet betalen. Je kunt overal... Ja, oké, 600 euro. Maar waarom heb je dat nodig? Overal ter wereld. Dat is als je werkt. Als je het snapte, dan dus is dat je kunt wel zeggen gewoon, van, oké, ik kan gewoon... Ik kan letterlijk op die bergflank bij die hond gewoon u verbinden. Ja, maar met... dat kun je dat ook doen? Maar daar hadden we wel goede verbinding. Heet gewoon 4G? Ja, maar dat is niet overal. Ja, maar dat is echt niet overal. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel, want in Vietnam... Ja, je hebt overal gewoon zo'n verbinding. Ik moest in Alaska 4G opzetten. Ah, nice. Ja, ik heb bereik. Telenet. Nee. Edge. Telenet. Ja, ik ben eigenlijk wel even in shock. Wat dan? Dat jij een huis gekocht hebt. Maar het zit niet zo simpel in elkaar, dus het is ja, van nee, ik heb het nu al heel sick en goedkoop gezegd. Allee, ik bedoel, maar er is veel... Ik vind dat wel... Allee, ik zou dat nu niet kunnen, bijvoorbeeld. En dat is echt iets dat ik heel vaak vergeet, dat mijn mindset niet iedereen zijn mindset is. Nee, ik denk heel vaak van, maat, wat ga je nou doen? Wil jij nu echt direct, nadat jij studeren, gaan werken? Wil jij je leven dan gaan werken voor je lening? Of niet slecht bedoeld. Nee, whatever. Je mocht zeggen wat je wilt. Ik kan dat aan, zo. Maar ik vind het interessant gewoon dat je daar inderdaad anders... Ja, dat is ook leuk. Omdat ik denk heel vaak van, geniet eens gewoon van je leven. Ja. En wil je echt zo direct dat dat gewoon teruggaat bij mij op het ding van prioriteit. Dus bij u is dat prioriteit. Oké, die vrijheid. Maar bij mij is mijn grootste prioriteit... omdat ik vanuit die zekerheid kan ik... Doe wat je wilt. Grave shit doen. En dat vind ik... En sommige mensen... jij kan ook graag shit doen en jij doet andere shit als ik. Maar ik vind het leuker. Ik vind het heel leuk om die zekerheid te hebben. Ik had dat nooit verwacht, maar ik ben dan ook niet... Ik wel. Ik ben dan ook niet te... Hoe zal ik het zeggen?
te bang om dat aan mezelf toe te geven. Dan ga ik ook niet mezelf anders voor. Nee, dat is, want je hebt ook veel mensen die dat wel doen, hè. Zo geforceerd boy-mij willen doen. En dan ik woon in... En denk ik van, ja, oké. Antwerpen-Zuid, dames en heren. Ga er een kijkje nemen. Ja, goed voor u, hè. Ik bedoel, maar dat is bij mij het ding van, doe wat je wilt. En bij mij is het bijvoorbeeld, hè, wat is de prioriteit? Vrijheid, je wilt los zijn van alles. Bij mij, ik kan enkel waarde halen uit verantwoordelijkheid nemen. Ik noem dat heel breed, hè, verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen dat ik ergens letterlijk aan vastzit, zoals jij zegt. Ja. Dus dat vastzitten is voor mij... een positieve drijfkracht en voor je negatief. Brengt eigenlijk. Ja. Maar okay. Bedoel, leven en laten leven vind ik net zo interessant dat jij totaal anders bent. En jij bent ook totaal anders dan... Want de meeste mensen lijken op mij op dat vlak. Dus het is niet dat ik ook een buitenbeentje ben. Maar dat is... Voor mij is creativiteit, dat kan ik enkel doen vanuit die zekere basis. Ja. Maar dat... whatever floats your boat, maat, denk ik. Plus ook. Ja, sowieso. Ja. Ja, dat is het. Ik heb niks erop aan te brengen. Ze. Nee, maar ik vind dat kijk. Minderwaardig. Maar ik vind dat al cool dat je dat vraagt op een open manier, van, zonder te oordelen. Dat je denkt van, waarom doe je dat eigenlijk? Want ik snap dat niet. En dat is, dat vind ik al, dat zouden veel meer mensen moeten doen. En dat toont ook aan dat je, waarschijnlijk ook door die reizen, dat je daardoor een heel open minded zijn geworden. Omdat je veel verschillende manieren van leven hebt gezien. Goh, waarschijnlijk. Ik heb ook 2 jaar thuis gezeten. Af en toe is te studeren, dus... Ja. Ik maak de metafoor van, ik heb nu mijn midlife crisis al gehad en ik weet nu wat ik wil in mijn leven gewoon en ik kan daar in het een shortcut werken. Gepakt eigenlijk. Ja, ik dacht van, ik kan dat gewoon al doen, dat ik niet op mijn 50 even depressief moet worden. Mm. Kan ik beter na doen. dat ik dan een motto moet gaan kopen. Ik koop die motto maal. Maar ik ga ook doen, holy shit. Ik moet gewoon even niks doen en dan komt dat wel. Maar ik zou zeggen, je kunt dan ook een 10 jaar jongere vriendin nemen, maar dat gaat nu nog niet. Dan moeten we wel nog even wachten om dat te doen voor haar. Dan naar Amerika gaan. 13 jaar. Ja, juist 13. Alabama of zo, Florida, dat zal wel lukken. Hi girl! You want to get in the van? Zus van het vliegtuig. Hi girl! Hi girl, do you want to get in the fucking van with me? Direct in jail. Oh, ja. Verkeerde staat. Okay, LAPD. En dan komt hij al 10 jaar. Ja, ik vond dat interessant eigenlijk om eens in de gevangenis te komen. Dat is toch wel anders weer al. Dat heb ik nooit gedaan, dat in een bakje zitten. Hopelijk gebeurt het niet. Ik ken wel iemand die in een bakje zit, we gaan geen naam noemen, maar. In een bak. Ja, ik weet dat hij niet in een bak gezeten. Hij heeft gewoon een paar uur in een cel gezeten. Ja, dat klinkt heel raar. Ja, whatever. Los daarvan. Maar bon, ik vind het een interessant gegeven. Hè. Ik zou het wel aan veel mensen aanraden om te reizen, Europese land te gaan herkennen. Alleen laat staan het Europese land. Maar Europa is ook fucking interessant, vind ik. Underrated. Inderdaad, wat jij zegt, de platgele paden zijn Venetië, Rome, maar er is eigenlijk nog veel meer geschiedenis. Waar ze nou trouwens gewoon inkomgeld gaan voor vragen, voor Venetië? Ja? Voor de stad te bezoeken, ja. Nice. Ik kom niet op plaatsen waar dat toeristen zitten, nee, dus dat is echt, allee, dat is echt een no-go. Je kent wel, als je een Instagram openzuurt, het is zomer, net als van de mensen dat je kent zit in Kroatië, allemaal naar die watervallen. Ja. Ja, ik dacht, dat kan ik al niet doen. Nee. Al is dat schoon, hè, maar ik dacht, ik kan daar wel eens even passeren, langs terugrijden. Ja. Hoeveel auto's dat staan, hoeveel bussen, hoeveel, dan denk ik van, klote, is dat nou... En dan ziet het die schone foto, maar de realiteit is dat je zo... Allemaal in een rij kan achter elkaar staat te wachten voor de foto. En dat je zo'n dikzak, dat zie ik naar zonnecrème-chauffeur en zo, een foto te pakken. Je bent aan het wachten totdat die weg is, zodat jij weer een oze foto kunt pakken. En achter u zitten er 2 kinderen ruzie te maken, en zo verder en zo voort. Zo'n plooi met niks weet. Gewoon aan het blinken. Dat je denkt, van, daar kunnen we een hotdog tussen steken. Ja, of een creditcard. Allee, ik denk dat, maar ik ben ook... Je hebt een foto. Je hebt wel de foto. UPA, de 50 maar zie, dat is dan weer iets dat ik... Daar volg ik ook de maatschappij in, zo sociale media, en tonen aan de rest van... Dit moet ik hebben. Goh, ik vind dat je mag tonen wat je in je lijf wat uitsteekt. Maar... Dat mag wel, maar... Om het zo... Maar er is een verschil met... Je kunt zien wat authentiek is. Met te tonen en met wat dat getoond, dat te maken wie dat je zei, snapte? Je kunt af en toe iets posten over je leven, maar je kunt ook met dat posten je leven vormen. Ja. Terwijl de realiteit gewoon, inderdaad, achter een bezweten dikzak staan ergens op een veldweg. Ja, dat is echt... Als je een beetje met fotografie bezig bent, dan zie je echt hoe fake dat alles is eigenlijk gewoon. Dus ik vind het wel grappig. Alles wordt opgezond. Ook gewoon een toffe...
ik heb zo'n tijd even wat foto's. Dat ik zoiets. Ik zie heel vaak gewoon in mijn eigen foto's, in mijn albums, als ik van mijn reizen, dan denk ik, ik kan er eens wat op Instagram zweren. Yeah. En ik heb zo'n periode even een paar foto's gezwierd en dan komt er zo in een bellen en dan zo, maar je bent op reis geweest. En dan denk ik van, ik denk dat er echt op een paar weken tijd 5 of 6 mensen dachten van, waar zat je? Ik denk van, het is toch geen verplichting om live foto's te posten als je ergens bent, want dan denk ik bezig met mijn reizen. Ze zijn er niet mee bezig. Ik vind dat gewoon grappig dat mensen het beeld krijgen van, dan is weg. Terwijl ik gewoon, was achter mijn computer zit dat ook al, of gewoon dat ik aan het werken zit. Stel me dan zo voor, dat je, om dat duidelijk te maken, dat je die foto post en dat je zo'n scroll, dat je zo'n selfie filmt. Hey jongens, dit is een foto van 2 weken geleden. Ik ben dus niet in Turkije. Ik zit nu op mijn werk. Zit in de PC. Ja, maar ik vind dat grappig. Sociale media, ik vind het echt iets. Dat kunnen we nog een andere hele podcast over volklappen, denk ik. Ja. Ja, ik het toch. Ik vind het sowieso ook interessant en ik hoop dat we in de toekomst nog een excuus hebben om nog eens te doen. Want ik denk dat we nog Ik zou hier echt nog uren kunnen liggen lullen. Ja, dan moet echt nog eens terugkomen. Maar dan doen we dan nog iets. Maar dan gaan we misschien nog wat dieper gaan, nog wat filosofie. Hè. Rood hart zoeken. UBA! Wat is er mis met de neoliberale samenleving? Wacht. En dan kunnen we echt heel diep gaan. Ik kan het niet beantwoorden. Ja. En dan kunnen we misschien antwoord vinden. Zat er effectief drugs in het busje van Jelle? Ja, dan nee. Ja, dan dat wordt, Voor het antwoord op die vraag, kijk over een paar maanden. Ja. Luister. Nee, echt dikke merci. Ik vond het super interessant. Ik ook. Echt wel. Ik vond het spannend en ik vond eigenlijk... tijd is echt gevlogen. Jongen. Ja, dat gaat snel. Hè? En eigenlijk is er... de vraag was gesteld om te komen praten over reizen. Maar het is niet zo... Ik heb helemaal niet zoveel erover gezegd. En, Nee. Dat betekent dat het gewoon echt een heel goed gesprek was. Maar dat is... Dat we gewoon elkaar echt zijn blijven. Ja, maar dat is tof, hè? Een goed gesprek gaat eigenlijk over al de rest en niet over wat het over gaat. Wat dat meestal zo is bij onze... Maar ja, ik vind dat leuk om te doen. Dus echt, merci. Merci voor je te mogen zitten. Ja. En dan zeggen wij nog één ding. Ja, dag. Daa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 a
Dank en laat eens eindelijk weten wie dat je bent. Dank, verdomme. Nee, nee, dank u Lina de Bunter en Chris Delru. Merci. Ja, dat zou er zijn. Oké, dag. Yo.